Heeft het zelfs ook gemoeg? Nee, mevrouw, toch? Oké, ik mag ook een keer zijn afgeleden. Weet je hoeveel waarschuwing je gaat dat hij dat woord niet meer moet gebruiken? Deze man heeft hem gewaarschuwd, zeg ik, dat woord niet meer gebruiken, want hij is niet te prikken. Mevrouw, eerlijk, je hebt toch gebruikt, man. Ik ga regelen voor je. Ja, toch? Vandaag zijn we hier om 160 jaar, de feitelijke afschaffing. 150 en nog 10 jaar we moeten werken, dus 160 jaar. Wil ik alle Surinamen feliciteren. En laten we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan, maar laten we het nemen als een bezinningsdag ook. Om te kijken dat tot slaaf gemaakte Afrikanen die in dit land de nakomeling van hun die nog in het land wonen, dat we niet meer moeten leven in de tijd van verdeeld en heer, maar dat we vanaf vandaag een hechte eenheid moeten vormen om ons plaats te nemen in dit land waar ons voorouders tot slaaf waren gemaakt en zoveel pijn hebben geleden, zoveel arbeiders geleden en dat wij nu hier staan in een land waar ons voorouders met bloed en zweet heeft proberen op te bouwen en dat wij nu de gelegenheid krijgen om dat te doen. Ja, zonder onder dezelfde omstandigheden. Ja, dus ik roep aan ieder op, vooral de tot op slaaf gemaakte Afrikanen, laten we bundelen, laten wij ons plaats nemen in dit land. Waarom moeten we die eenheid nu bewerkstelligen? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, in ieder geval zie je dat verdeel en heus. Kijk hoeveel organisaties er zijn. Als wij bundelen, eenheid maakt macht. Laten we ons plaats nemen in dit land. Ja, om ook samen met de andere bevolkingsgroepen die na ons voorouders zijn gekomen, om samen het land op te bouwen. Maar verbeter de wereld begin bij jezelf. Dus laten wij als nazaten een hechte eenheid. Ik heb zoveel keer gezegd, maar laten we vandaag bezinnen, stilstaan bij deze dag. En proberen de eenheid binnen te brengen. Dank u wel. Rechtvaardigheid,
en waarheid maken vrij. Aan u allen wens ik een bezinningsvolle Kitty Kotti dag toe. Dank u. En tot nu toe hebben beide sprekers dus eigenlijk het woord gericht aan onszelf om ook vandaag de vraag te beantwoorden. Hoe vrij bent u? Hoe vrij ben ik? En waar staat vrijheid bij? Van slavernij was woordkunst ook een van de manieren om gevoelens te uiten voor degene op de plantage. Ik wil de heer Sombra uitnodigen voor een presentatie. Mag ik een applaus? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede en genade van Allah zijn met u. Ik wil mijn vrouw ruilen voor een pen en een stuk papier. Om armoede te beschrijven. Liefde, geluk, derde wereld, een illusie. Rijke landen de lusten, wij de lasten. In mijn pen zal het verzet weer klinken. Timi Juan Tafra, you caring of Kodrei. Teo Jifu, you tag na dinner. Timi Juan Banya Prey, you caring of Kodrei. Teo Jifu, you tag na Volksbal. Te mijn memmeren in camera, je tak naar Kodrei. Te mijn memmeren van jou, je tak naar herdenking voor de gevallen. Te mijn preenen van de bakroe, je tak naar Takrusani. Te mijn preenen van jou, je tak naar kabouters. We, samen moeten we. Die van jou, die nog blakken, pik me nog. Geef me mijn panje naar mijn kamisa. Voor die mensen die naar kunnen vliegen, mama weer naar mijn netje. Bijgaan in Serbië niet voor een string zonder schen. Geen baga mijn pani naar mijn kamisa. Voor die mensen die stong naar mijn kunnen van het afra. Geef mij mijn schouderdoek en lendenschort. Want ik wil de vloek van mijn grootmoeder niet torsen. Want Bonnie werd verraden voor één string zonder blikken of blozen. Geef mij terug mijn schouderdoek en lendenschort. Want ik weiger aan te zitten met onbetrouwbaren. Sranang, sumana sranang, sranang mi, mina sranang, sranang sheng na misheng, misheng na sranang sheng, misawa miskouru, mi borsu konso bile kwan kankan tribong, mi dedebonyo, mu beri onder la rutu fu sranang, sranang, you na mi na wang. Dat was de presentatie van Sombra. Altijd gepassioneerd, zoals hij zijn voordrachten doet. Mag ik uitnodigen de voorzitter van de Nationale Commissie Herdenkingsjaar 2023, de heer Jack Uden. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Tanguy Kapesat Santokki en mevrouw Santokki. Vice-president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Voorzitter van de Nationale Assemblée en leden van de Nationale Assemblée, Marius B. Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, zijn excellentie Popke Hoekstra. Vice-premier van Aruba, zijn excellentie Ursel Arends. Leden van de Raad van Ministers. Voorzitter van de subcommissie 160 jaar Kitty Kotti D, de heer Rooster. En leden van de subcommissie. Vertegenwoordigers van overige hoge staatsorganen. Leden van het Korps Diplomatiek. Heel fijn dat u er ook bent. Vertegenwoordigers van culturele organisaties. Overige genodigden. Leden van de pers. Dames en heren. Het is mij inderdaad een eer en een genoegen als voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023 u allen, maar in het bijzonder onze buitenlandse gasten nogmaals van harte welkom te heten
op deze 1 juli Kitikoti herdenking nabij het standbeeld van Kwaku, een monument dat 60 jaar geleden bij de herdenking van 100 jaar emancipatie werd onthuld door onze toenmalige premier Johan Adolf Pengel. Het stelt voor een bevrijde slaaf van Afrikaanse komaf die de ketenen heeft verbroken. Kwaku, dat is de woensdag die genoemd wordt wanneer een zoon ter wereld komt. En zoals ik bij de launching van de Kitikoti Week heb gezegd, is 2023 voor Suriname een ware jubileumjaar, waarin wij herdenken de coronajaren. En afschaffen van herdenkingen geleden. En vandaag, 1 juli, is het de beurt aan de nakomelingen van Afrikaanse afkomst om samen met alle andere landgenoten, en ik herhaal met alle andere landgenoten, stil te staan bij 160 jaar afschaffing slavernij in Suriname. Bij deze herdenking realiseer ik mij echter dat er na 160 jaar nog heel wat fundamentele vragen te beantwoord zijn. De discussie over het slavernijverleden vanaf de geschiedenis tot de stappen die voorwaarts gemaakt worden sinds enkele jaren, onderwerp van gesprekken en discussies zijn in de onderlinge sfeer hier in Suriname, maar meer nog met de vroegere kolonisator. De strijd voor ware bevrijding en de roep om lotsverbetering en herstel worden meer dan ooit blootgesteld. Niet zelden gaat het ook om bevrijding van etnische spanningen die hun wortels kennelijk hebben gevonden in de periode van de slavernij en emigratie. In ons volkslied is er een regel welke luidt, kom moppo, moppo. Hoe wij hier ook zijn samengekomen, we zijn hier eenmaal samengebracht en voor sommigen en velen geforceerd uit alle werelddelen. Met dat gegeven is het van groot belang dat wij ongeacht etniciteit voort moeten gaan voor Sitiwi Kondreboom. Het proces van natievorming is daarom van groot belang. De belangrijke taak die wij na 160 jaar hebben, is dus niet om ons alleen maar bezig te houden met wie wel of wie niet het meeste heeft geleden onder de slavernij. Maar ook niet het wegwuiven van het slavernijverleden door sommigen als te zijn een onbelangrijk deel van onze geschiedenis. Dat zou heel verkeerd zijn en ons vasthouden in een koloniaal denken. We moeten juist onze strijdvaardigheid tonen door alle intellectuele en spirituele krachten waarmee wij gezegend zijn in dit land samen te bundelen om onszelf en ons land verder te ontwikkelen. Ja, we moeten onze eigen geschiedenis schrijven en de ware geschiedenis met daarbij de belangrijke rol en betekenis van ons bestaan te vertellen aan onze kinderen en onze kindskinderen op scholen, in collegezalen, in buurtgemeenschappen en andere sociale omgevingen. Om natievorming te bewerkstelligen is kennelijk ook herinterpretatie van tradities en cultuur van belang. En ik heb goed geluisterd naar de dichter van Sonnet. Want waarom is datgene wat de ene doet op spiritueel of cultureel vlak goed en wat de andere doet wordt afgewezen, zelfs bestreden als onacceptabel? Iemand zei eens zeer terecht: I may not like what you do or say, but I will defend your right to do and say, or say it. Laat dat ons motto zijn. Respect jegens de ander die voor ons anders lijkt
of anders doet. Suriname is nu eenmaal een bonte samenstelling, bonte mengeling van rassen en groepen met verschillende culturen, talen, traditie en godsdiensten. Naast de vier groepen die dit jaar een kroonjaar herdenken, zijn nog de inheemsen, de Marons, de Boeroes, Javanen, om maar met deze te volstaan. Ik verwijs in dit verband daarom altijd naar een van onze grote zonen nu wijlen, meester dokter Jan Adin, die heeft gesteld dat de polsslag van het Surinaamse leven van multiple afkomst is, maar soms verward aandoet, omdat de verschillende ritmen niet altijd overeenstemmen. De grote opgave is dus de diverse ritmen op elkaar af te stemmen, zodat een harmonisch en aaneengesloten geheel ontstaat. Heel mooi geformuleerd. Ja, we zijn van elkaar afhankelijk. En met al de etnische groepen zijn we zelfs een unieke samenleving geworden. Een echte Bromtjidjari, waar de president vaak over praat. En zoveel materiële en immateriële rijkdom die wij hebben, mag echt niet teloor gaan vanwege een pijnlijk verleden. Acceptatie en respect zullen het uitgangspunt moeten zijn, zodat generaties na ons alleen maar rijkdom van menswaardigheid zullen mogen oosten. Het comité heldelijk schrijven met als onderwerp op morgen dat wij onszelf moeten blijven herinneren aan het beeld van God in ieder mens. Aan het beeld van God in ieder mens. Welnu, de Nationale Commissie Jubilair 2023 heeft heel bewust gekozen voor een slogan die propageert samen op weg naar morgen in wederzijds respect, namelijk eenheid is kracht. In San Antonio zouden we zeggen, en de mensen die vandaag in de kerk waren, die hebben veel San Antonio gehoord en ook meegezongen. Dus ik zal het in San Antonio ook zeggen voor u. Na wan finga nomo, bravo no kanyang. Tek you anupot ala finga na wan. Eenheid. Ook het embleem symboliseert die eenheid. Met de handen in de kleuren van onze vlag, die de gele ster koesteren. Het symbool van een gouden toekomst die met gezamenlijke inspanningen ook voor ons is weggelegd. Ik besluit met de wens dat deze dag en dit kroonjaar ons allen mag verrijken en aansporen om al wat goed is te betrachten, zodoende steeds dichterbij te brengen de vruchten van jarenlange deliberaties en inspanningen. Zo maak je rust en vrede zakken in wie kondre alla zee. Garo de wifesi, man. Dank u wel, de heer Jack Unen, voorzitter van de Nationale Commissie Herdenkingsjaren 2023. Mag ik hierna uitnodigen de vicepresident van de Republiek Suriname, zijn excellentie Ronnie Brunswijk. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi en First Lady, minister van Buitenlandse Zaken, even vice minister-president van Nederland. Ik begreep dat ook vice-president van Aruba ook hier is. Ook welkom. Voorzitter van de Nationale Assemblée, heer Marius B., ministers, parlementariërs aanwezig, voorzitter herdenkingscommissie, heer Jack Uden, overige hoogwaardigheidsbekleders, dames en heren,
goedemiddag. Op 1 juli van dit jaar is het precies 160 jaar geleden, ik zou zeggen 150 jaar geleden, dat de transatlantische slavernij in Suriname feitelijk 1863 is afgeschaft. Wettelijk is de slavernij op 1 juli 1863 afgeschaft, maar de tot slaaf gemaakte uit Afrika afkomstige mensen waren verplicht onder staatstoezicht nog 10 jaren door te werken. Bij de wettelijke afschaffing in 1863 bedroeg het aantal vrijverklaarde mensen circa 3500. 10 jaren later werden contractarbeiders uit India, Java en China ingevoerd. De Surinaamse samenleving zoals wij die nu kennen is daarom onlosmakelijk verbonden met het transatlantische slavernijverleden. De gedurende meer dan 300 jaar werden Afrikanen en hun nakomelingen in de wet geclassificeerd als niet-menselijk, als eigendom en onroerend goed van de koloniale heerser. Ze werden niet erkend als leden van de menselijke familie door wetten die waren afgeleid van de parlementen en paleizen van Europa. Deze geschiedenis heeft enorm psychologische trauma's toegebracht aan de bevolking van Afrikaanse afstammelingen. Dat is vandaag de dag nog te merken bij de nakomelingen van tot slaaf gemaakten. Er komt veel informatie naar ons toe over het slavernijverleden en de naweeën hiervan voor met name de nazaten van de tot slaaf gemaakte en als slaaf gemartelde zijn nog steeds voelbaar. Volgens sommige onderzoekers bestaan er een centrale gedachte over het effect van het slavernij en koloniale verleden dat als kenmerkend wordt gezien voor het noodlot van de Afro-Caribische mens. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij door kennis en door veel met elkaar te praten over dit zwaar beladen thema dat ons nog steeds achtervolgt tot nieuwe inzichten zullen komen. Ons zelfbeeld, verwachtingen van de omgeving, gebrek aan solidariteit binnen de afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen en de daarbuiten, de interpretatie van allerlei problematiek zoals armoede, criminaliteit, onderlinge strijd, ongelijkwaardigheid, discriminatie, minderwaardigheidscomplex, gebrek aan dienend leiderschap, achterdochtigheid, onbetrouwbaarheid enzovoorts worden sterk door deze gedachten bepaald. Maar nu wij 160 jaar verder zijn van de datum van de afschaffing van de slavernij, pleit ik voor een nieuwe elan onder de totale Surinaamse bevolking en in het bijzonder binnen onze afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen. Ik roep op tot versterking van de eenheid binnen de groep. Laat de emancipatiegedachte de boventoon voeren in ons denken en handelen. Laten wij nu, vandaag op dit moment, het initiatief in eigen handen nemen en bewust werken naar de eenheid binnen de groep van afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen. Laten wij bewust worden van elkaars aanwezigheid en van de bijdrage die wij als eenheid kunnen leveren om dit land verder op te bouwen. Eenheid maakt macht. Dat zie je dat het ook hier staat. Verdeeldheid leidt tot mentale afbrokkeling en vernietiging van de geest. De vele overleveringen uit de slavernij
zijn bij velen onder ons weinig bekend. Ondanks de gevolgen van de slavernij voor de Surinaamse gemeenschap is er nog geen serieuze aandacht besteed aan de nasleep ervan binnen de Surinaamse samenleving. In het onderwijs wordt er nog steeds geen of nauwelijks afdoende aandacht besteed aan het thema slavernij. Ik hoop dat de slavernijgeschiedenis en het koloniaal verleden meer aandacht zal krijgen binnen ons onderwijs, zodat het volk bewust wordt van wat er hier op Surinaams grondgebied allemaal is aangedaan aan onze voorouders door de koloniale overheerser. Een goede ontwikkeling die gaande is dat er nu vanuit verschillende perspectieven wordt geschreven en gediscussieerd over het slavernijverleden. Opmerkelijk hierbij is dat het transatlantisch slavernijverleden zowel in Suriname als in Nederland zo langzamerhand bij een breed publiek begint te leven. Onderschrijvers, wetenschappers, politici, culturele leiders, kunstenaars, activisten, is er vooruitgang in het denken over de doorwerking van dat verleden. Deze beweging heeft onder andere geleid tot excuses van de voormalige kolonisator Nederland, uitgesproken op 19 december door premier Rutte. De laatste jaren is er een gegroeid inzicht dat 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, de dag behoort te zijn voor reflectie op de geschiedenis van Suriname en de hedendaagse deels overgeëerde problematiek in de samenleving. Alle reden dus om aan het historische bewustzijn en duurzame verwerking van het slavernijverleden te gaan werken. Dus aan de interpretatie en verwerking op een manier waar een ieder, jongeren en hun ouders graag aan kunnen ontlenen. Het gaat erom na te gaan op welke wijze slavernij en koloniale verleden nog zijn verdere doorwerking heeft binnen de Surinaamse gemeenschap en hoe aan het proces van emancipatie en natievorming verder de beste vorm en inhoud kan worden gegeven. Wij moeten wakker geschud worden in de wereld en de wrede waarheid onder ogen zien over wat de koloniale overheerser met onze voorouders hebben gedaan. De mishandelingen en martelingen worden als onmenselijk wreed ervaren. Wij als nakomelingen voelen de harde zweepslagen op de zwarte, blinkende huid van onze voorouders nog steeds. Wij voelen nog steeds het warme bloed sijpelen over de huid en de striemen zijn nog steeds zichtbaar. Dat is wat wij hier in Suriname en anderen over de Atlantische Oceaan moeten beseffen. Het is een pijn die ons achtervolgt en die ons noodlot bepaalt. Maar tegelijkertijd zeg ik, wij zullen ons nooit meer laten knechten en wij zullen ons nooit meer laten martelen, niet lichamelijk en niet geestelijk. Wij hebben laten zien dat wij leiders zijn en dat wij in staat zijn onze eigen koers te bepalen, niet enkel als individu, maar ook als land. Wij moeten hard gaan werken aan de vorming van de eenheid binnen de afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen. Hierdoor zullen wij een grotere bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling voor ons land. Hoe groter de eenheid, hoe krachtiger ons stem zal zijn.
Wij moeten werken aan onze geestelijke ontwikkeling, waar er geen plaats is voor afhankelijkheid zijn van gewezen koloniale heersers. Laten wij beseffen dat die afschuwelijke tijd voorbij is. Laten wij ons lot niet laten bepalen door het verleden. Onze toekomst zit niet in het verleden, maar in het bewust worden van het heden. Waarin wij ons doen en denken, onze geestelijke ontwikkeling niet laten afhangen van ex-koloniale martelingen. Wij moeten daarom ons onderwijs ook zodanig inrichten dat onze kinderen en kindskinderen gevormd worden tot echte, onafhankelijke, weldenkende Surinamers. Maak ze niet tot bedelaars van derden die waarschijnlijk erop uit zijn hun geest te knechten. Ik feliciteer, tot slot, de totale Surinaamse samenleving met deze bijzondere historische dag in onze geschiedenis. Ik wens u allen een vreugdevolle herdenkingsdag toe. Laten wij een start maken om ons te bundelen op deze dag van 1 juli 2023, afschaffing van de slavernij. Ik dank u. Hartelijk dank, zijn excellentie, vice-president Ronnie Brunswijk. En ook tijdens deze speech is naar voren gekomen samenwerken, eenheid en emancipatie. Mag ik u aandacht voor de sokkengroep Dirinto. Een applaus, zodat ze warm naar binnen komen. Whoa!
Mag ik nog een hartelijk applaus voor zulke groep Gerento. En de Oddo's die zijn ook langsgekomen. En dat over de Apresina wilt ons dus vertellen. Dat we vooral moeten waarderen wat we zelf hebben. Want overal waar je komt zullen er uitdagingen zijn. Dus ren in elk geval niet voor de uitdagingen. Maar kijk samen naar de oplossingen. Mag ik een applaus voor de vicepremier van Aruba, zijn excellentie Ursel Arends, voor een toespraak. Yes. As protocol already been established, ladies and gentlemen, today I stand here before you as the Vice Prime Minister of Aruba to address a significant moment, significant milestone in our shared history, the abolition of slavery in Suriname and the Caribbean.
This pivotal event, which took place 160 years ago, holds great importance for both Suriname and Aruba. Suriname, a nation with deep historical ties to Aruba, holds a special place in our hearts. Many Surinamese residents and their descendants have found a home on our beautiful island, enriching our cultural fabric and contributing to our vibrant fusion of traditions we celebrate today. This connection reminds us of the bonds that unite our people and the shared experiences that shape our societies. As we gather here today, let us reflect upon the lessons of the past and recommit ourselves to the ideals of quality and respect for all. The abolition of slavery in Suriname serves as a reminder of the importance of acknowledging and confronting the injustices of the past. It is through understanding of our shared history that we can build a better future, one that embraces diversity, fosters inclusion, and it upholds the principles of human rights. In the face of unimaginable hardship and adversity, our shared ancestors exhibited an unwavering spirit of resilience and fortitude. Their unwavering will and determination allowed them to endure the harshest conditions, their spirits unbroken. Through generations of struggle and suffering, they clung to their humanity, preserving their cultural heritage and fostering a sense of unity. Their enduring strength serves as a testament to the power of human spirit and a reminder of the triumph of hope in the darkest times. Let us celebrate the resilience of those who broke the chains to pave the way towards a more just society. Together, we can continue to strengthen the bonds between Aruba and Suriname, fostering understanding, collaboration, and unity. Our shared experiences as former Dutch colonies connect us in a unique way, and it is through our collective strength that we can build a brighter future for all. Mi wensi un alasma wanswiti mansipi dei. And as we say in Papiamento, Masha Danki. Thank you. Dat is ook het mooie van taal en cultuur. Zijn excellentie Ursel Arends. En hij gaf het ook zo mooi aan toen hij kwam. Bedankt. Dus hij verstaat degelijk wel het woorden in het Nederlands. Thank you very much. Mag ik nu uitnodigen de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, zijn excellentie Wopke Hoekstra. Meneer de president, mevrouw, excellenties, dames en heren, goedemiddag. Meneer de president, mag ik beginnen met u van harte te bedanken voor uw uitnodiging om hier vandaag bij u allen te zijn. Ik hecht er buitengewoon veel waarde aan om hier vandaag te mogen spreken. Vandaag op deze belangrijke dag, op Kittikotti, de dag der vrijheden. De dag waarop wij met elkaar de afschaffing van de slavernij herdenken. En hier, op deze betekenisvolle plek, bij het Kwaku-monument in Paramaribo. En ik hecht er waarde aan, omdat de geschiedenis van Suriname en die van Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En omdat wij elkaar alleen recht in de ogen kunnen kijken. En ook alleen recht vooruit, richting de toekomst, als we ook achterom kijken. En dat verleden onder ogen zien, dat te lang niet de aandacht heeft gekregen
die het verdient. Dames en heren, geachte aanwezigen. Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid waar Nederland een belangrijk aandeel in had. Op veel plekken in de wereld zijn de sporen van dit pijnlijke verleden nog altijd zichtbaar. In Afrika en in Azië. Hier in de regio. In Guyana en Brazilië. In de Caribische delen van ons koninkrijk. En hier natuurlijk in Suriname. Hier in Suriname, waar met medewerking en met instemming van Nederlandse bewindvoerders honderdduizenden volwassenen en kinderen naartoe zijn gehaald. Tegen hun wil en met extreem geweld. Waar zij onder mensonterende omstandigheden moesten werken op plantages, in dichtbegroeide bossen en in zwampgebieden. En waar voor degenen die zich hiervan wisten te bevrijden, de Marons een uiterst onzeker leven wachten, vol ontberingen. Hier in Suriname, waar ook de inheemse bevolking zwaar te lijden had van dit schrikbewind. Het waren inheemse vrouwen en mannen die als eerste tot slavernij werden gedwongen en ook als eerste in verzet kwamen. Zij waren het die door kolonisten van hun land werden beroofd en met geweld waren verdreven. Zij waren het van wie als eerste de eigenwaarde en de identiteit ontnomen werd. En dames en heren, het is hier in Suriname, waar na de afschaffing van de slavernij ook tienduizenden mensen, vooral uit India, China en Java, naartoe werden gebracht, vaak onder valse voorwenselen. En waar zij onderworpen werden aan zware arbeid. En ook dit was het product van een hebzuchtig koloniaal bewind. En ook dit is een uiterst pijnlijke geschiedenis. Vandaag herdenken we natuurlijk in de eerste plaats het slavernijverleden. En daarom wil ik hier vandaag in Suriname op deze belangrijke dag de woorden luid en duidelijk laten weer klinken die de Nederlandse minister-president Mark Rutte op 19 december uitsprak. En ik citeer. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Einde citaat. En dames en heren, vandaag sprak de Nederlandse koning in Amsterdam tot alle inwoners van het Koninkrijk en ook nadrukkelijk tot u hier allen in Suriname. Hij bood daar zijn excuses aan en gaf aan hoe die door hem met hart en ziel worden beleefd. En zijn excuses wil ik hier ten volle omarmen en herhalen. Namens de Nederlandse regering bied ik excuses aan. Dames en heren, het is op woensdag 1 juli 1863, 160 jaar geleden, dat de slavernij in Suriname en de Caribische eilanden wettelijk werd afgeschaft. En het is eerder vanavond of vanmiddag gememoreerd. Toch moesten slaafgemaakten in Suriname nog 10 jaar lang onder staatstoezicht op plantages werken.
En voor velen is daarom de slavernij pas daadwerkelijk ten einde gekomen in 1873. Dit jaar 150 jaar geleden. En tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden staan we in het hele Koninkrijk stil bij deze geschiedenis. En uiteraard juist ook met Suriname in onze gedachten. Zodat steeds meer mensen deze geschiedenis beter leren kennen. Een paar weken geleden was ik zelf in Ghana, waar ik een stuk van die geschiedenis zelf heb kunnen zien. Ik bezocht daar het Asherfort. Een van de plekken waar vandaan volwassenen en kinderen zijn ontvoerd en als handelswaar zijn verscheept. Onder andere naar Suriname. En dat maakte diepe indruk op me. De beklemming was nog steeds voelbaar in de bedompte ruimtes van het fort. En juist de stilte van nu toonde me het leed dat zich ooit heeft voltrokken. Want veel heeft daar de tand destijds weerstaan en doorstaan. Maar wat natuurlijk ontbrak waren de stemmen en de gezichten van de vrouwen, mannen en kinderen die in grote onzekerheid wachten op het verschrikkelijke lot dat hen te wachten stond. Het is hier waar ze moedwillig van hun identiteit werden beroofd en waar zij op schepen werden geladen richting een onbekende wereld. Een wereld vol wreedheid, zou blijken. En toch bleek op deze volgeladen schepen, waar elke centimeter economisch werd benut, ruimte voor iets van enorme immateriële waarde. De wilskracht van deze mensen om zich te verzetten tegen de onmenselijkheid waaraan zij onderworpen werden. Of het nou ging om stil of juist luid verzet, het was er vanaf het begin. Vanaf het moment dat zij werden weggerukt van alles wat zij kenden. En dat werd in Suriname voortgezet. Door verzetstrijders zoals Jolie Keur, Bonnie, Baron en vele, vele anderen. Maar er waren ook ontelbare uitingen van dagelijkse, misschien mag je zeggen persoonlijke weerstand. Zoals die van de moedige Afrikaanse vrouwen die op de schepen rijstkorrels in hun haren vlechten. Om later te kunnen planten en om hun dierbaren mee te kunnen voeden. Rijstkorrels die de dappere Mapanza en Masapali opnieuw in hun haren verstopten. Toen ze zich uit hun gevangenschap wisten te bevrijden en hun toevlucht zochten diep in de bossen. En dat toont ons de dualiteit van deze pijnlijke geschiedenis. Enerzijds van brute ontmenselijking voor financieel gewin. En anderzijds van enorme moed en veerkracht. Waarvan we de erfenis zien in zoveel verschijningsmomenten. Aan de kust en in het binnenland, waar inheemse hun tradities koesteren en voortzetten. Hoe lastig dat ook is. En natuurlijk hier bij ons, in de straten van Paramaribo en in de resten van uw land. Waar iedereen een eigen geschiedenis heeft. Waar ook iedereen Surinamer is. One people, zoals Dobro het zei in zijn krachtige, prachtige gedicht. En met die veerkrachtige, inclusieve blik kijkt u hier in Suriname ook naar de toekomst. Naar de stappen die nodig zijn voor heling. De weg na de excuses die wij samen met u willen vormgeven. Want dames en heren, als er iets is dat we hebben geleerd, dan is het wel dat we elke stap daadwerkelijk samen moeten zetten. Dat we verder komen met zorgvuldigheid dan met haast. En met dit in gedachten voert een speciale vertegenwoordiger uit Nederland gesprekken met maatschappelijke organisaties en uiteraard met de Surinaamse regering. Samen spreken wij over wat excuses voor mensen persoonlijk betekenen. Over hoe het verleden doorwerkt in het heden en hoe we gezamenlijk met elkaar naar de toekomst kunnen kijken. En ook gaan de gesprekken natuurlijk over de middelen die beschikbaar worden gesteld voor maatschappelijke initiatieven. De gesprekken zijn nog gaande en zoals ik al zei, zorgvuldigheid is onze leidraad en ik denk dat het goed is dat we daar met elkaar ook de tijd voor nemen.
Wat vaststaat, waar ik van overtuigd ben, is dat het een weg is die wij samen moeten gaan. Een weg waarin niemand zich buitengesloten voelt. En die we samen weten te plaveien. Beste aanwezigen, eerder deze maand sprak ik met Judith en Ad de Kom. Dochter en zoon van Anton de Kom. Het was een buitengewoon indrukwekkend gesprek en namens de regering bood ik excuses aan voor het leed dat hun vader en hun gezin is aangedaan. Anton de Kom was een buitengewoon dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid. In zijn hele leven heeft hij vrijheid met hoofdletters geschreven. Dat deed hij uit alle macht, vaak tegen de klippen op. Want hij werd door de Nederlandse autoriteiten belemmerd, vervolgd, gevangen genomen en tenslotte op een schip naar Nederland gezet. Verbannen uit eigen land. En ondanks dat alles bleef hij strijden voor vrijheid. En hij heeft er zijn leven voor gegeven door tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland het verzet in te gaan. En ook zijn bekendheid in Nederland neemt ieder jaar toe. Want steeds meer Nederlanders lezen het boek Wij Slaven van Suriname. Steeds meer Nederlanders lezen over het vreselijke onrecht dat hij zo raak weet te beschrijven. En over zijn grote liefde voor zijn vaderland. En dat is een verdienste waarvoor ik, Anton de Kom, zeer erkentelijk ben. En dat geldt ook voor de mensen die zijn fakkel overnamen in Suriname en in Nederland. Want de veerkracht en het doorzettingsvermogen waarover ik sprak, zie ik ook terug in Nederland. Waar Surinaamse Nederlanders jarenlang wijzen op het belang van erkenning, herdenking en dialoog. Waar ze de naam Kwaku tot een begrip maakten dat staat voor de afwijzing van racisme. En de viering van de culturele diversiteit en van vrijheid. En waar steeds meer Nederlanders beseffen hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden. In Nederland. In Suriname. En zo geeft het monument, dames en heren, waar wij staan, ook richting aan die toekomst. We kunnen alleen samen verder als we erkennen waar we vandaan komen. We kunnen alleen een eerlijke en gelijkwaardige wereld voor onze kinderen achterlaten. Als we de doorwerking van onze geschiedenis een halt toeroepen en zo de ketenen van het verleden doorbreken. One people. Zo laat u dat hier in Suriname met elkaar zien. En dat is ook mijn hoop voor toekomstige generaties. Eén boom. Zoveel bladeren. Eén boom. Dank u wel. Hartelijk dank, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, zijn excellentie Wopke Hoekstra. We maken ons nu gereed voor de toespraak van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi. Dank u wel, master of ceremony. Een frisse middag, allen toegewenst, mijn lobbybrada naga sisa. Mijn baru aan bigi odi, aan respecti, was sweet emancipatie day. Lobbybrada naga sisa, welkom. De famierman, fusernang, maar ook to de famierman, hoe bakara kondre sa jaso, aan Aruba. Met ayo grantangi dat u kong, le kwam bigi famieri wees don jaso, hoe memre, aketi koti day. Graag de aanwezigen. First Lady, vice-president, voorzitter Nationale Assemblée, onze vice-premiers van Koninkrijk der Nederlanden en Aruba, onze ministers, alle andere hoogwaardigheidsbekleders, maar in het bijzonder van ieder die daar thuis zit, het volk van Suriname,
Vandaag, precies 160 jaar geleden, is de emancipatiewet van koning Willem III ingegaan. Deze wet bepaalde dat de tot slaaf gemaakten in Suriname eindelijk bevrijd werden van het juk van slavernij. De afschaffing van de slavernij was in feite de eerste fase van het emancipatieproces van de tot slaaf gemaakten. Zoals we allen weten, moesten de vrijverklaarden nog gedurende 10 jaren tegen betaling van een eenzijdig bepaald loon op de plantages blijven werken. En dit geschiedde onder toezicht en begeleiding van de staat. Pas na 1 juli 1873 waren de vrijverklaarden volledig vrij om hun leven vorm te geven en te bepalen of en voor wie zij zouden werken. Dit is de reden waarom velen tegenwoordig vinden dat de slavernij pas met het einde van het staatstoezicht is geëindigd. Het is hier niet de plaats en het moment om daarover in discussie te gaan. Ik denk dat van belang is vast te stellen dat het emancipatieproces van de tot slaafgemaakten en hun nakomelingen is begonnen met de formele afschaffing van de slavernij, maar dat de geest daarvan voortleeft tot de dag van vandaag. Anton de Kom, die ook zoals net door de vicepremier, de heer Hoekstra, net medegedeeld is en die weer een waardige plaats gekregen heeft in onze geschiedenis met aanbieden van excuses ook naar de nazaten toe, kwam tot de conclusie dat de slavernij heeft doorgewerkt tot in zijn tijd. En ik durf vandaag hier te zeggen dat het doorwerkt tot in onze tijd. Ook concludeerde hij dat de leef- en werkomstandigheden van de grote delen van de bevolking, inclusief die van de inheemsen, de contractarbeiders en hun nakomelingen, zodanig waren dat hij, zoals geconcludeerd wordt door Anton de Kom, de Surinamers in zijn boek aanduidt als wij, slaven van Suriname. En het is van belang om vandaag stil te staan bij een van de belangrijke vragen, namelijk: wat hebben de verschillende fasen of vormen van koloniale heerschappij van Nederland in ons land teweeggebracht bij de verschillende groepen van onze bevolking? En wat is die doorwerking van die heerschappij heden ten dagen? En wat zouden wij samen met Nederland moeten doen om de negatieve gevolgen van die doorwerking, zowel in Suriname als in Nederland, op te heffen? Ik zou in feite mijn toespraak hiermee kunnen beëindigen, maar dan zouden wij de nakomelingen van de tot slaafgemaakten tekort doen. Wij zijn immers hier om stil te staan bij de gevolgen van slavernij en de doorwerking daarvan in onze tijd. En als we ons verplaatsen naar 1 juli 1873, dan zien wij in gedachten de geëmancipeerden daar staan, eindelijk vrij van de ketenen van slavernij, vrij om een keuze te maken voor de vorm, voor een verder leven, maar nog steeds mentaal gehavend met weinig zelfvertrouwen. Zonder scholing, zonder bezit of financiële kennis, zonder gelijke rechten en zonder een gegarandeerde toekomst. Ze keken aan tegen economische recessie en terwijl velen door emoties gedreven hun ruggen keerden tegen de plantages waar ze zoveel leed hebben moeten ondergaan, werden de arbeidsplaatsen gedeeltelijk ingevuld door vreemde arbeidskrachten uit verre India, China en Indonesië. Deze setting vormde de basis voor het nieuwe Suriname. Een Suriname waar verschillende groepen uit verschillende delen van de wereld bij elkaar werden gebracht en vanaf het begin onwetend waren over elkaar en wantrouwig tegenover elkaar. De wonden geslagen door slavernij waren niet alleen diep
gegrift in het vlees van onze voorouders. Maar ze zaten nog diep gegrift in de ziel van de nazaten. En dat is wat we moeten doen, vicepremier. Ook met excuses. Zorg dragen dat die pijn in die zielen ook weggemaakt worden met een goed helingsproces. Ze roepen nog steeds om heling, die alleen kan komen naar doordrongen erkenning, welgemeende excuses en weloverwogen vergeving. Helaas wordt deze heling, die uitdrukkelijk moet leiden tot echte verzoening, vandaag de dag nog verstoord door de verfoeilijke levenshouding die ten grondslag ligt aan slavernij, namelijk discriminatie. Loibra dan Aziza, geachte aanwezigen, zolang wij niet opstaan tegen de demonen van discriminatie, zal verzoening een droom blijven. Zolang onze mensen nog worden gezien als ongelijkwaardig op basis van hun huidskleur, geloof, seksuele geaardheid of afkomst, net zo lang zullen wij gebukt gaan onder de pijn die door de zweepslagen van slavernij zijn geplant in onze ziel. Maar we zijn ingenomen met de excuses van de Nederlandse regering. Excuses die vandaag zijn aangedikt door de excuses van het Koninklijk Huis bij monden van de koning van het Koninkrijk der Nederlanden, Willem-Alexander, die in Amsterdam tijdens de herdenking van Kitty Kotti zijn excuses heeft aangeboden aan de tot slaafgemaakten en de nazaten van hun. Maar ook door aanwezigheid van u, vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken, die de regering van Nederland hier vertegenwoordigt op Surinaams bodem op de dag van 1 juli. Kitty Kotti is ook een historische dag. De aandikking geeft blijk van een wil om te erkennen hoe groot het leed toen was en hoe diep het nog in ons zit. De koning van Nederland heeft aangegeven dat de excuses met hart en ziel intens worden beleefd en wij verwelkomen dat. Deze excuses vormen een goed begin voor de heling en bieden ook kansen voor de doorstart van de relatie tussen onze landen die nog lang met elkaar verbonden zullen blijven. Wij moeten deze excuses gebruiken als opstap om onze volkeren dichter bij elkaar te brengen. Wij moeten ook ervoor zorg dragen dat wij samen optrekken om economische ongelijkheid aan te vechten, om armoede te elimineren, om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden en om te zorgen voor uitbanning van elke moderne variant van slavernij, niet alleen in Suriname en op Nederland, maar op de hele wereld. Onze nationale reactie op de excuses moet nog komen. Wij zullen samen met de gehele Surinaamse bevolking eensgezind werken aan een breed gedragen antwoord, zoals ook dat geformuleerd door premier Rutte, het beleid achter de komma. Onze reactie, geachte aanwezigen, op de excuses moet van even grote historische waarde zijn als de excuses van Nederland. En we hebben geen keus, omdat de wonden van 300 jaar slavernij niet makkelijk weg te maken zijn. En bij de excuses wordt er ook een bijzondere verantwoordelijkheid gelegd op de schouder van ons als Surinaamse nazaten van de tot slaaf gemaakten inheemsen en contractarbeiders. Ja, lobby brother Nagasisa, u abwa verantwoordelijkheid toe. En de ogen van de wereld zijn nu gericht op Suriname. En wij zullen als volk deze wereld moeten bewijzen dat ondanks onze uiteenlopende culturele belevingen wij in staat zijn
om bij elkaar te komen en gezamenlijk als broeders en zusters te kunnen werken aan onze eigen heling en onze eigen toekomst. Heling die uiteindelijk moet leiden tot zelfbevrijding van ons volk. En bij vrijwel elke viering van Kitty Kotti staan wij stil bij de vraag of de ketenen die ons gevangen hielden daadwerkelijk zijn verbroken. En wat wij zelf kunnen doen om vrij te komen van die ketenen van de moderne tijd. Uitdagingen die een belemmering vormen voor de snelheid van onze sociaal-economische ontwikkeling. De strijd tegen structurele armoede en de moeizame gang naar duurzame welvaart. Als natie hebben wij afwisselend voorspoedige tijden gekend als ook momenten van tegenslag. Net als de vrijgekomen slaven na 1873 kijken we nu ook naar een complexer wordende wereld terwijl we chronisch tekort hebben aan capaciteit en aan voldoende kapitaal. Nieuwe sociaal-economische uitdagingen die zich aandienen, maar ook nieuwe bewoners die in ons land komen en andere grote uitdagingen zoals milieuvervuiling en klimaatverandering roepen op voor een gezamenlijke aanpak. Maar er zijn ook andere hoopgevende kansen zoals de natuurlijke hulpbronnen, olie, gas en goud. Maar, Lobby Brada Gassisa, het zal aan ons liggen om er het beste van te maken. Samen als één volk op te trekken en meer focussen op wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt en wat ons verdeeld houdt. Laten we vandaag die Kitty Kotti dag op zoek gaan naar de veerkracht van de Afrikaanse slaaf. De veerkracht die hem en haar in staat heeft gesteld om ondanks zoveel zweepslagen, de vernederingen, toch te groeien tot sterke, vastberaden strijders. Strijders die ondanks de pijn hun aangedaan hebben kunnen overleven. De beste voldoening gaat aanwezigen die wij onze voorouders kunnen geven is om dit land, ons Lobby Sernang, waarvoor zij het fundament met bloed, zweet en tranen hebben gelegd, te maken tot één welvarend land. Een land waarin nazaten van Afrikaanse slaven, onze Afro-Surinaamse broeders en zusters, samen met de nazaten van blanke plantagehouders en alle bevolkingsgroepen met elkaar in oprechte harmonie en voorspoed kunnen leven als één grote familie. Laten wij een voorbeeld nemen aan mensen als Anton de Kom, die ondanks alle vernederingen en pesterijen van de koloniale overheid zich heeft ingezet voor de idealen van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie. Laat hij een baken zijn voor het gehele Surinaamse volk dat in tijd toen immigranten als vreemdelingen werden gezien, alle bevolkingsgroepen die zich in Suriname hadden gevestigd, heeft beschouwd als Surinamers die allen dezelfde rechten en toekomst hadden. Een droom van vrije en rechtvaardige samenleving. Laten we ook een voorbeeld nemen van onze eigen politieke leiders van het eerste uur, zoals Johan Adolf Pengel, Jagannath Lachman en Henk Aron, die op hun wijze zich hebben ingezet om een vreedzame en democratische samenleving te creëren. Loi Brada Aziza, ik ga jullie allemaal een bezinningsvolle Manspasdee, 1 juli Kitty Kotti dag toewensen. En mijn actie Masragado, voor geen krachti, voor geen hoop. En tijden na de dag waar we zien dat na zoveel 100 jaren er excuses komt, laten wij met het excuses het beleid gaan ontwikkelen
dat wij inderdaad een verleden daar hebben, waar we met gemengde gevoelens naar kunnen kijken en een pijnlijk gevoel kunnen krijgen. Maar laat ook beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben om dat samen aan te pakken en samenwerken aan een nieuwe toekomst, waarbij wij, jullie allemaal, een kans krijgen. En dan ga ik zeggen voor Masragado, Miababribi, dat we doorgaan per Masragado Wani. En laten wij daarvoor hard werken als Surinamers. God bless you, thank you. Zeg je dat ergens aan, zeg het er. Ricky, kom een beetje op me. Spannend, no? Maar waarom moet ik hier staan met je? Omdat je mij... Weet je wat? Wat moet er maar binnen staan? Ik wil niet dat ik wel liever voor een vliegtuig heb staan.
Komt die ook in de kransen en...